Mijn tiet vloept iedere keer uit. Want voor mijn gevoel in Nederland is het al etenstijd. En hier is het nu lunchtijd, dus het komt perfect uit. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag maandag en welkom bij een nieuwe weekvlog. We zijn onderweg naar Schiphol, want we gaan zo lekker vliegen. Kom eens. Heb je alles? Starbucks, want ik had echt zin in een koffietje. En daarna gaan we vliegen, dan is het alweer zover. Mijn haar zit echt heel erg pluis. Ik ben een beetje zenuwachtig. Dat speelt er een beetje. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag volgens mij. Ik weet het even niet. Ik ben nu op Aruba. Ik heb vanochtend even gewerkt, mijn vlog afgemaakt en we gaan zometeen even een auto huren. Ik pak zo wel even. Ja. Wat zou ik zeggen? Dus we gaan zo lekker naar het strand toe. Ik heb super veel zin om lekker naar de zee te gaan. Lekker bruin worden. Heerlijk zwemmen. I love it. Nee, verder ga ik even bijkomen. Ik ben echt nog heel erg moe. Ik was om 3 uur 's nachts gewoon lokale tijden hier klaarwakker. Toen dacht ik van, hey, laat me even gaan werken. Toen zei Nick van, ben je gek? Ga lekker gewoon slapen. Dus ja, ik ga nu even mijn spulletjes pakken voor de jongens. En dan gaan we lekker naar het strand. We gaan even spullen pakken. We gaan even spullen pakken. Wat lief! Oh, zo schattig! Hi! Hallo! Merry Kate, kom maar! Dit is echt zo lekker. Hoe kom ik erin? Ja, hoe kom ik erin? Hoe kom ik erin? Push, push! En dan mijn room. Nou, dat was een hapje krusli. Oh, wat zonde. Een banaan op de grond gevallen. Maar eet jij maar, jij had nog niet gegeten. Ik had al wel gegeten. Maar het ziet er echt lekker uit. En alles is vegan daar. Alles, alles. Weet je, ja, is dat vegan, taco, vegan, dit. Oh, lekker. Je gezicht let in. We don't look like perfect together. We are perfect together. Oh, shit. Twee pina colada's en ik voel hem al een beetje hangen. Dat is echt niet normaal. Oh, en het is zo bloody hot. Ja. Ik had het net een beetje koud gewoon in de zee. Echt raar. Maar nu heb ik het dus alweer heel gauw weg hoor. Het was echt een seconde werk. En nu heb ik het dus alweer echt freaking hot. Ik ga nu even wat eten. Want voor mijn gevoel in Nederland is het al etenstijd. En hier is het nu lunchtijd. Dus het komt perfect uit. Kijk, dit is mijn bestie. Die heb ik nog helemaal niet voorgesteld aan jullie. Het is mijn best friend forever. Ik known hem ook al sinds like forever. Yes, of course. Te veel Bacardi gesopen, dat is het hele probleem. Dat is het hele dingetje. Auw, ik val iedere keer ook bijna op mijn bek hier. Dus het gaat echt lekker. En had ik al verteld dat het echt fucking hot hier is. Ik hoop eigenlijk dat ik al een beetje bruin ben geworden. Ik heb de hele tijd in de zon gestaan, dus gezond gestaan. In de zon gelegen. Nee, lach nou. Dat wordt toch zo, hè? Heb je geknoeid? Ja! We zijn nu weer thuis vanaf het strand. En oh, ik ben echt helemaal gaar gewoon. Helemaal moe, maar het was echt super lekker. Hoi, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag, weet ik echt niet, welke dag is vandaag? Woensdag. Het is vandaag woensdag en wij gaan zo lekker zwemmen weer. Ik ben al wat bruin geworden. In het zwembad. En meteen even een rondje doen in de stad. Maar ja, nu in ieder geval gaan we naar Renaissance, dus een hotel met zwembad. En dan gaan we daar lekker chillen. We doen nog één dag lui, want everybody is sick. Mijn moeder had gisteren diarree. Nick heeft vandaag last van diarree, dus... Overal, everybody has diarrhea. We hebben trouwens een auto gehuurd voor 12 personen. Dus wel echt vet kikken lachen. Oh, wat heb ik aan? Ik heb dit aan. Een broekje. Broekje met een topje erover. En ik heb deze bikini aan. Die hele felle. Ik ben gisteren dus bruiner geworden. En nu zie je dus dit hier. Dus nu moet ik dit ook weer bruin laten worden. Zodat het één geheel is. En nu lijkt het net of mijn tiet eruit komt. Maar ja, maakt niet uit. We work with it. Ik ben dus net met een briljant idee gekomen om een uurtje te gaan yoga.
yoga. Is dat een... Yoga. Yoga doen. Yoga gewoon in zijn meervoud bedoel ik dan. Daar heb ik dus echt zo'n zin in. Ja, maar het is yoga-en, toch? Als je nee, met... gewoon ik ga naar yoga. Je hebt geen meervoud. Nee, maar als we samen gaan, dan gaan we yoga-en. Nee. Ik weet het zeker. Yoga-en. Toch, jij? Ja, yoga-en. Oh, heb je de vis doodgemaakt, stoute pelikaan? Hij is lief, hè, man? Oh. Kijk nou! Oh, hij komt ook steeds dichterbij, Lin. Ja, kom maar. Vindt het eng worden? Nee joh, doe normaal hoor. Het is toch niet eng, het is een vogel. Ja, vogels. Ik ben in Mexico aangevallen door vogels, hè. Je vogels gingen me echt bijten. Zag je dat? Oh, hij poept veel. Ik heb hier lekker vers fruit genomen. Mems heeft dat van me gepikt, vers fruit. Lekker, hè? Ja. Het is echt bloedheet. Mijn tiet vloept iedere keer uit. Want ik heb dus een bikini aangedaan die nu te groot voor mij is geworden. Dat wist ik veel. Ik had hem gewoon aangetrokken heel snel een dag. Who cares? En toen kwam ik hier en toen was hij echt veel te groot. Ik ga wel hier staan waar mijn voeten verbranden aan de onderkant. Ja, dat is heet, hè? Ja. Ja! Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik ben nu onderweg naar de stad. Ik wil nog even sminken halen voor Halloween, want zaterdag hebben we het Halloweenfeest. En dat wordt echt heel erg uitbundig gevierd hier. Dus wij gaan ook naar een Halloween party. Ik heb al mijn Halloween outfit. Ik ga als Black Angel. Nick gaat als La Casa de Papel. En ik heb echt zo een drukke dag vandaag. En ik moet nog mijn video editen voor morgen. En die moet ik dan ook nog afkrijgen. Dus ik weet niet hoe ik het allemaal ga doen. But we shall see. Ik ga nu eerst mijn afstrepen wat ik vandaag eerst ga doen. En dat is even naar de stad. Zit je nou te zeuren? Nee. Oh, kiel. Nee. Oh, vent ben je ook. Perfect. En nu gaan we wat eten. Een hapje eten. Het ziet er wel echt super gezellig uit. Dit is een tentje en het zit echt gewoon... Daar is het strand. De vis, wat lekker jouw smoothie cocktail. Proost everybody. Oh. Mag ik ook proeven? Hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag, even denken, vrijdag. En ik lig nog lekker in bed. Ik ga me zo aankleden, want we gaan lekker zwemmen. Boef, ik ben echt kapot moe. Ik heb gisteren met mijn best friend en mijn nichtje slash best friend even gezeten. We hebben lekker wijntjes gedronken en even gekletst over vroeger. Het was echt super leuk. Ik ben een beetje laat naar bed gegaan en ik was ongeveer om 6 uur wakker. Dus dat was echt vreselijk. Ik had eigenlijk nog niet mijn kleren laten zien, want ik had gekocht. Wacht, die is echt heel erg leuk. Hij is van de Sarah hier. Ik was er meteen verliefd op. Echt, kijk dit mouwtje. Oké, ik heb hem gevonden. Hij zit hier. Ik moet iedere keer bukken als ik wil praten. Het is echt heel annoying. Kijk, het is echt zo'n hele oversized dingetje. En het is echt tot heel lang. En ik vind hem echt super leuk. Want dan kan ik hem dus ook in Nederland gewoon aan. Oh, je laat me schrikken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik heb vanavond een Halloween party. Maar ik weet dus niet wat ik aan moet doen. Ik had in Nederland een Halloween kostuum gekocht, maar die past dus niet. Die was echt veel te groot.
En ik had geen tijd meer om een nieuw kostuum te kopen. Dus ik denk, nou, nu ga ik met mijn BFF even voor een kostuum kijken. Hij heeft even voor mij uitgezocht waar ik iets kan kopen. Want ik wil wel nog echt Halloween-achtig eruit zien. En niet alsof ik gewoon normaal naar een nightclub ga. Maar in ieder geval ben ik wel op zoek naar schoenen en een outfit. Ik had online had ik echt iets. Want ik heb wel die wings heb ik gehouden. Dat hebben jullie gezien. Dus ik wil wel iets met die wings doen. Dus ik zag net iets dat ik denk van... Oeh, I like this bitch. Halloween, iedereen gaat hier dan helemaal sexy en helemaal gek en helemaal, you know what. And I'm so excited for tonight. Jij dan? Ja, ook super. Ja, hello, yes. We're gonna take shots till we drop. Oh yeah. Hallootjes, het is nu avond en Halloween gaat beginnen. We gaan nu eerst met de kinderen naar het lighthouse. Ik weet alleen nog niet wat ik aan ga doen. Want ik ben helemaal naar de winkel geweest. Ik heb alleen schoenen gekocht en mijn outfit ben ik nog steeds niet zeker van. Ik vind het echt te sexy. En iedereen blijft zeggen van nee, je kan het best wel hebben. Maar ik vind het echt, oeh, is wel echt uit mijn comfortzone. En die schoenen, jongens, zijn ook echt van die naaldhakken. Daar loop ik normaal echt helemaal nooit op. Maar ja, we shall see. We gaan nu eerst met de kinderen weg. Daarna ga ik naar huis, douchen, aankleden, make-upje opdoen, kleren aan en go. Met de jongens, ik zit al te gapen. Ik moet nog een avond. Oké, ze gaan alle twee. Mama, iets meer tempo erin gooien. Oh my god, you look very scary. Ik ben aan het zwemmen. Een soort van, ik lig eigenlijk alleen maar hier in de schaduw, want ik ben echt zo brak vandaag. Kijk dit. Dit brakke hoofd hier. Dus ik ga nog even lekker hier pitten. Ik heb zometeen een barbecue bij familie. En daarna hebben we weer Halloween, trick or treat en een event voor kinderen. Ik ben echt zo tired. Wil je trick or treaten of wil je de show kijken? Maar is, kan je na de show nog trick or treaten? Ja. Dan de show. Oké. Okay. Dan naar de show. We hebben nu dus Halloween voor de kinderen. Het is echt mega druk. Maar het is echt superleuk. Iedere winkel die heeft dan snoepjes. En dan gaan ze trick or treat en iedereen is verkleed. Het is echt superleuk voor de kids. Maar we gaan nu naar een show kijken. Dus het wordt een beetje lawaaiig. Oh, dat ben jij nu. Op het beeldscherm, ja. Nee, niet hebben. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Doe je door op mijn hoofd te klikken. En dan zie ik jullie vrijdag weer bij een nieuwe weekvlog. En ik hoop dat je het leuk vond. Tot volgende week vrijdag komt ook heel erg groot nieuws uit. Wat ik jullie al wilde vertellen, maar wat ik nog even geheim houd. Dus zeker kijken. Doei doeg!